Billie Jean King, tennisser. Er was eens een geweldige tennisser die Billie Jean heette. Alle belangrijke tennistoernooien won ze als een echte kampioen. Maar er zat haar iets dwars. In die tijd verdienden vrouwelijke tennisprofs maar een fractie van wat mannen kregen. Waarom zouden vrouwen accepteren dat ze minder betaald krijgen? Protesteerde Billie Jean. We verkopen net zoveel kaartjes. Zo is het nou eenmaal, antwoordden de organisatoren van het toernooi. Doe hier iets aan, zei ze, of ik boycot jullie toernooi. De organisatoren moesten er wel om lachen, maar ze maakten geen grapje. Met 9 andere vrouwelijke tennisspelers regelden ze hun eigen circuit van 19 toernooien met veel grote sponsors. De strijd voor gelijke behandeling in het tennis was begonnen. Een vrouw hoort in de keuken, niet op een tennisbaan, verklaarde Bobby Riggs. Een mannelijke tennisspeler die ervan overtuigd was dat vrouwen minder waard waren dan mannen. Oh, is dat zo? Zei Billie Jean. Dan zal ik je eens wat laten zien. Ze speelden een historische wedstrijd tegen elkaar, die de strijd tussen de seksen werd genoemd. 30.000 mensen in het stadion en 50 miljoen televisiekijkers zagen hoe Billie Jean King in 3 sets van Riggs won. De organisatoren van de US Open kwamen uiteindelijk tegemoet aan haar eisen. En dat werd het eerste toernooi waar mannen en vrouwen evenveel prijzengeld konden verdienen. Dankzij Billie Jean King is tennis tegenwoordig een van de weinige sporten waar vrouwen en mannen in alle grote toernooien evenveel betaald krijgen.